Goedemorgen met misschien toch wel een beetje zorgen. Shirley moest bloed plassen en we gaan naar het ziekenhuis voor een dubbele check. De vroedvrouw is deze morgen ook geweest, dus ja, het is een beetje eng, maar we hopen sowieso toch wel op het beste. Toch? Ja. Dan zijn we zeker dat er niks aan de hand is. Een dubbele check. We zijn voorbereid, fris gewassen mondkapjes. We hebben net een Uber naar hier genomen. En vingers gekruist. Let's go. Yo. Ondertussen aangemeld. We zitten op de derde verdieping, de geboorteafdeling. En straks gaat Shirley onder de scanner, toch? Ja, ik denk het wel. Wat gaan ze controleren? Of de BU er nog in zit. Of alles nog vast zit. Of alles nog vast zit. Denk ik. Je weet het niet. Nee, ik dacht dat ze iets gingen uitsluiten. Ja, gewoon checken of alles goed is, denk ik. Gewoon checken of alles goed is. Ja. Oké. Laten we hopen dat dat hier een beetje snel gaat en dat we snel resultaat gaan krijgen. We zijn hier ook trouwens de enige. Er is hier eigenlijk gewoon niemand. Nergens in de wachtzaal. Dus ik denk dat we snel aan de beurt kunnen komen. Let's go. Oké, ondertussen zijn we redelijk snel geholpen. Shirley ligt op het bed met van die banden aan haar. En ze zijn nu een half uurtje aan het controleren wat er allemaal gaande is. Wat zijn ze precies aan het controleren? De hartslag? Ja, eigenlijk alleen de hartslag. Alleen de hartslag, ja, oké. Ze gaan nu alles checken als alles goed en gezond is. Daarna volgt er ook nog een scan. Een echo, inderdaad. En ja, dat is gewoon een dubbele check. Als alles goed is of niet. Dus ja, alles verloopt tot nu toe helemaal top, denk ik. Ja, de hartslag was toch oké? Okay. Ja, gaat nog goed. Dat gaat nog goed. En ze gaan nu een half uur samen met de dokter in de gaten. Yes, wij hebben nu ook iets gekregen voor te drinken. Dus het mondkapje mag eventjes af om een lekker slokje water te drinken. Heerlijk. Terug thuis en we hebben goed nieuws, er is helemaal niets aan de hand. Shirley is net op tijd voor de piepshow. Dat gebeurt hier voor het raam. Je moet wel omgekeerd liggen. Oei. Woef ligt hier lekker te dromen. Deze man is nu helemaal in dromen aan. Check dit, als je hem streelt, reageert hij bijna niks. En af en toe schudt hij zo'n beetje. Dus dat wil zeggen dat er een gekke droom aan de gang is. Echt wel een gek knock-out dat Boef kan leren. Ja, schattig, hè? Helemaal knock. Nu mag er een bom ontploffen. Deze man gaat niet wakker worden. Yes, ik ga naar de supermarkt. Wat wil jij hebben? Een soepje. Een soepje. Wc-papier. Ja. En wat nog? Diarree heb of zo. Extra wc-papier nodig. We moeten hamsteren. Ja. Voor de tweede lockdown. Shit, ja, de lockdown, ja. Dus 12 pakken wc-papier. 4 soepjes. En kattenvoer. Oh, kattenvoer. Kattenvoer. Hey, kattenvoer. En dat was en het. Chocomel. En chocomel. En cornflakesaus. Oké. Tot later. Ik ben echt wel super blij dat alles uiteindelijk goed is gekomen. Het was een beetje een bewogen zondag tot nu toe, maar eind goed, al goed. En ik ben toch wel heel blij dat we dat allemaal dubbel hebben laten checken. Het was een beetje een gedoe, maar uiteindelijk zijn we nu wel 100% zeker in ons hoofd dat we ons geen zorgen moeten maken. En dat is het belangrijkste, want zorgen zijn ook niet gezond.
was wel eventjes eng, want die dokter die vertelde dat dat de hartslag was van het kind en dat ze dat een half uur in de gaten ging houden. Opeens ging die hartslag van 150 naar 50. Dan opeens ging die naar 0. De apparaat begon lawaai te maken. Ik was eventjes in mijn hoofd helemaal para aan het worden. Maar dat was het eind niet nodig, want blijkbaar als dat kind zich beweegt, kunnen ze dat minder goed meten. Maar dat had ze er niet bij verteld. Dus ja, het was fucking eng. Ik ben nu op weg naar de supermarkt. Ik ga lekker eten kopen. Shirley een beetje verwennen. Ze heeft het verdiend. Dus ja, we gaan dit nog doen vandaag. En ik denk dat dat het gaat zijn. We gingen ook nog Monopoly spelen. Dus misschien wordt het nog spannend. Joe, let's go. Yes, het avondeten is ready. Kijk eens aan. Een lekkere salade, een heerlijk soepje, verse honing. Hoppakee, jullie zien het. Super nice. Wij gaan hier lekker van gaan eten. Smakelijk. Heel smakelijk. Als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Yes, het is weer tijd om te genieten. Shirley, haar favoriete serie, Het Eiland. Hoppakee. Als jullie Het Eiland nog nooit hebben gecheckt, ga het zeker checken. Het is kapotlach. Dat kan ik jullie 100% verzekeren. Wij hebben ook een lekker ijsje met aardbeien, stracciatella ijs. Wat een heerlijke zondagavond. Jawel, hè? Ja, slecht begonnen, maar goed geëindigd. Deze combo gedaan om hem toch nog te landen. De combo dat ik ooit wil, is deze, dat ik daarnet heb gedaan, zo omgekeerd, hoppa, zo spiken, daarna hem zo catchen en dan de rollwind. Hoppakee, dus dat moeten we binnenkort proberen en ik hoop dat ik hem binnenkort ga landen. Shirley is nu aan het douchen, daarna gaan wij waarschijnlijk lekker gaan slapen. Ik heb hier een beetje chille muziek afgespeeld en oké, shit, mijn camera was uitgevallen, de batterij was leeg, maar er zit ondertussen al een nieuwe batterij en zoals ik zei, ik heb hier nog eventjes Kanama gespeeld, super chill. Vandaag was een bewogen dag, heel slecht begon en super goed geëindigd. We hebben hier lekker gegeten, 2 afleveringen van Het Eiland gekeken, de laatste aflevering 13 staan niet online, dus die hebben we niet meer kunnen gaan. We hebben ze allemaal gecheckt in de laatste week of zo. Maar de allerlaatste kunnen we niet checken. Dus als er iemand die heeft, aflevering 13 van Het Eiland, e-mail me die in WeTransfer of wat dan ook. En ik krijg sowieso een shout-out op de vlog. Dus ja, dan kunnen we die toch nog checken. Het Eiland is legendarisch. We zijn vandaag een dagje verder. Gisteren hebben we het tragische nieuws gehoord over Casper. Het is nog altijd niet te geloven. Ik kan het maar niet beseffen. Ik heb daarnet nog een paar video's gecheckt om nog een keer de herinnering naar boven te halen. Ook zo'n paar video's dan 2 of 3 weken geleden zijn opgenomen. Die zijn al sinds 2 weken geleden online geplaatst. En hij had de laatste tijd echt ook veel video's met mensen opgenomen. Dus ja, het is niet te geloven. Je ziet hem daar gewoon op dat beeldscherm helemaal stoked zijn en toch is die guy nu gewoon weg. We gaan hem gewoon nooit meer zien. En ik weet nog dat hij mij niet zo heel lang geleden zei, als je nog een keer in Hasselt bent, gaan we een pintje drinken. Dus ja, ik was toen ook een keer in Hasselt geweest en toen zat hij ook in het buitenland.
toen konden we niet afspreken, maar fuck, had ik op dat moment geweten dat dat mijn laatste pintje ging zijn, was ik gewoon, ja, dan was ik gewoon 2 weken geleden naar Hasselt vertrokken om een pintje te drinken. Dus ja, het is echt wel eng om te weten dat hij gewoon weg is. Maar zoals ik zei, laten we ervan uitgaan dat hij het mooi heeft daarboven. En ja, it is what it is. Ik laat alleszins nog een kaarsje branden. En we kunnen er niks aan veranderen. We kunnen alleen maar positief denken en een beetje liever zijn voor elkaar. Ik denk dat dat belangrijk is in de toekomst. Niet meer op elkaars vingers wijzen en je moet dit of dit mag niet, dat en dat. Nee, gewoon iedereen laat doen. Iedereen maakt fout. We zijn mensen. Niemand is perfect. Ik zeker niet. En it is what it is. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. De dagelijkse vlogs zijn tegenwoordig terug. Als de baby gaat komen, ik kan niet beloven dat ik elke dag ga vloggen, maar we gaan knallen. Ik beloof jullie dat we zoveel mogelijk voor jullie gaan filmen. Ik wil jullie ook, gewoon ook inspireren met positieve energie. En ik denk dat dat wel belangrijk is sowieso in deze tijd. Ik zeg het niet voor niks, pomp jullie gaan vol met gelukshormonen. Ik zeg het niet voor niks, want als je dat niet doet, dan word je depressief en dan ga je ongelukkig worden. Dus ja, pomp je lichaam vol met gelukshormoon. Ga gaan sporten, ga gaan wandelen, ga met vrienden gaan chillen, ga lachen. Allemaal volgens de regels. Het kan allemaal, maar maak er dan ook gewoon gebruik van. Het is niet omdat je niet meer op café kan, dat je geen reden hebt om nog iets te doen. Dus F je gat op, zoek iets nieuws, doe een nieuwe hobby, wat dan ook. Maar ik hoop oprecht dat iedereen er toch een beetje doorkomt. We moeten er allemaal door, het is voor iedereen hetzelfde. Dus ja, it is what it is en we gaan ervoor. Peace out, tot morgen. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie je waarschijnlijk morgen, want de dagelijkse vlogs zijn terug om 5 uur. Peace out. Gun die like. Ciao.